En Mesky. Maar je kijkt dat hier grap dan nog op. Praat tegen me. Dan weet ik wanneer je flauw valt. Hoe heet je? Welkom bij Blije Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Hier is precies, is dat een hotel of een tanker? En wie is dat die brommer? Oh, dat is een meisje. Ah, dat is dat meisje. Dat met die rare drooms. Die knaagt zich niet van een douche. wat komt hij hier eigenlijk doen? Dat denk ik toch wel. Oh, ik dacht dat ik iemand anders was, want het is die. De bezorgdheid hier neemt met het uur toe. Nu er nog steeds geen nieuws is over de 10-jarige Sean Mars die gisteren spoorloos verdween. Volgens recente berichten is de politie er nu zeker van dat deze verdwijning het werk is van de Origami Killer. Mocht dit worden bevestigd, dan is hij nog in leven, aangezien eerdere slachtoffers pas zijn vermoord 3 tot 5 dagen na hun ontvoering. Het is duidelijk dat de tijd begint te dringen voor de rechercheurs die de jongen proberen te vinden. Dit is Michael Neddy voor ICN. Okay. Dat is de WC. Maar het slaat daar. Maar die een blik. Hallo daar, schoonheid. Wat kan ik voor je doen? Ik wil een kamer. Voor jou doe ik alles. Mag ik je gegevens? Dat is een rare man. Die stak je heel precies. Madison Page, 27. Single. Hoe lang blijf je bij ons met P? Weet ik nog niet. Kamer 201. Bovenste verdieping, okay, de trap rechts op de binnenplaats. Bedankt. Dat was mijn groot plezier. Zo dus, ja. Kamer 201, trap rechts, bovenste verdieping. Ik hoop dat die opdringerige receptionist geen extra sleutel van de kamer heeft. Dat hoop ik ook. Moet er niet aan denken. Anders zit ze al in uw bed. Zo naakt. Ik denk wel dat ze dan toegeeft. Dat ze dan wel mee op bed springt. Derde verdiep, dat is de eerste. Hè. Moet je nog naar boven. Hè. Dat is de eerste verdiep, nee, derde verdiep. Dit is geen trap meer. Kamer 201, trap rechts, bovenste verdieping. Gewoon heel dat ding doen, want ik ben aan dingen kwijt, die een trap weer kwijt. We zijn juist verkeerd een trap opgegaan. 102. Is dat niet wat? We moeten de derde verdieping pakken. Ah, hier zijn die trappen. Verkeerd een trap gepakt. Oh, naar boven hè. Wat heb ik niet. Hier is dat. 201. Ah, hij heeft het overleefd, ik kreeg. Spookrijden. Maar ik denk het wel goed. Meneer? Is alles wel oké? Ik bel een ambulance. Geen ambulance. U bent gewond. U moet naar de dokter. Alsjeblieft, ik wil alleen naar mijn kamer.
Het is kamer 207. 207, oké. Dan weten we dat al. Ja. Maar jij pubert nogal. Allee, pubert. Je kan niet op zijn voeten blijven staan. Maar het belangrijkste is dat hij het overleefd heeft. 205, 207. Klaar. Heb je de sleutel? Ik zal maar eens open doen. Hoor. Dat moet niet opletten. Komt altijd op je PlayStation. Je bent er echt slecht aan toe. Je moet naar een dokter. Ik heb één of twee gebroken ribben. Dat ik ga je net aan dood. Oh, maar het doet absurd veel pijn. Je hebt een hoofdwond. Hij is best diep. Helpen. Hij zit in de problemen. Ik kan niet zomaar weglopen en hem in de steek laten. Dat kan ik best niet doen. Nee. Vragen. Ik help hem eerst en stel dan vragen. Dat is misschien beter. Als je eerst vragen stelt en die is dan niet genezen en die moet daarop antwoorden, dan krijgt hij misschien meer zeer. En als hij meer zeer krijgt, dan gaat hij op bed liggen. Dan is hij weer knock-out en ja, dan moeten we de ambulance wel bellen. Ja, ik kan die blijven stilzitten, ik weet het. Een wond? Zijn wond moet gedesinfecteerd worden. Defecteerd of zoiets. Ik kan het nog niet eens uitspreken. Medicijnen. Er is vast een medicijnkastje in de badkamer. Ah, hier is een medicijnenkast. Ik moet al een paar tippen gaan staan. Zijn wond moet gedesinfecteerd worden. Wat is dat? Dat is toch defecteerd dingen, hè? Hopelijk. Dat ik hem niks anders toe geef. Ik ga je wond desinfecteren. Het kan een beetje prikken. Oh, dat is niet kalm. John, die doet niks. John. Ik weet niet hoe dat je noemt. Ik ben de naam weer kwijt. Klaar. Nu ontsteekt hij tenminste niet. Dank je. We gaan hem eens pijnstolts geven, nou wat. Ik weet niet wel zeer. Paraphenol anti-koorts. Uitsluitend in te nemen in het geval van hoge koorts. Hij heeft hem niet koorts. Oh nee, dat zit hem toch, dacht ik. Of zit je hem dan niet? Ik weet het niet meer. Maar die heeft toch geen koorts volgens mij. Necofreen 100 antibiotica. Ter bestrijding van diverse infecties. Antibiotica moet er wel geven. Hier. Neem dit. Dan voel je je beter. Wat is het? Het antibiotica. Antibiotica? Ik ben geen arts, maar volgens mij is er weinig kans op infectie met de gebroken. Ah, dat is gebroken lip. Oké, dan ga ik op zoek naar iets anders. Hupsie. Ik zal geen goede dokter zijn, denk ik. Ik zal de verkeerde pillen voorschrijven. Parasomal pijnstillers. Te gebruiken in geval van hevige pijn. Maximale dosis, 1 tablet per 24 uur. Dat is goed, dan pakken we dat. Want we hebben maar 1, hè. Hier, neem dit. Dan voel je je beter. Het is een pijnstiller. Zodat je minder last hebt. Op het doosje staat dat je er elke dag één mag nemen. Maar volgens mij is het geen goed idee om er meer te nemen. Amandia pakt er veel. Ik moet op de been blijven. Ik zou me een paar dagen koest houden als ik jou was. Ik ga even douchen. Kom. Oeh, dat wordt leuk om te kijken. Douchen. Allee, als dat mesje toch meegaat. Ik wacht hier tot je klaar bent. Roep maar als je iets nodig hebt. Ik hoop dat je veel roept. Je gaat ze wel contacteren.
De meski. Maar je kijkt dat die grap er nog op. Praat tegen me. Dan weet ik wanneer je flauw valt. Hoe heet je? Madison. Logeer je in dit motel? Nee, ik woon in de stad. Ik leid aan chronische slapeloosheid. Ik blijk alleen in motels te kunnen slapen. Vraag waarom? Me niet waarom. Als ik helemaal back af ben, dan kom ik hier overnachten. Ik ben op doorreis. En wat doe je nog meer, Madison? Behalve vreemden redden? Ik ben fotograaf. Ik maak foto's van trendy meubels voor glossy designbladen. Zullen ze net eens kijken. En jij? Ik ben een architect. Interessant. De chest is leeg. Gewoon rondlopen ze. Hoe heeft hij dat met de douche? Zitten. Ga rustig zitten. Allee, heb je douche. Bedankt voor je hulp. Dat is graag gedaan. Ik voel me een stuk beter nu. Dat is leuk om te horen dat je een stuk beter bent. Oké. Okay. Dan ga ik maar weer eens. Trouwens, ik weet nog niet hoe je heet. Ethan. Pas op jezelf, Ethan. Oh, ik zie wat hij dat vertelt net eerst. Ik heb nog steeds pijn. Maar ik moet doorgaan. Ik heb zo'n dorst. Wat een keuken, hè? Hé, hey, zie ik ook al zeker. De doos. Ik moet nog een origami figuurtje openmaken. Doe dat dat begint. Ik heb niet veel tijd. Ik moet mijn zoon vinden voor het te laat is. Maar ja, misschien is het wel te laat. Hopelijk van niet. Ik weet niet waarom ze mij heeft geholpen. Ik hoop dat ze het voor zich houdt. Dat hoop ik ook. Voor de raam is gelopen zitten. Ah, daar een vee, gewoon wat te dorst, hè? Kunnen we beter gaan drinken eerst. Allee. Maar ja, wat gaan we drinken? Oh, dat is alleen maar water. Zit er wel iets in? Nu gaan we een origami figuurtje open doen. Als niemand ons stoort, toch tenminste. Ik doe eerst één openen. En een vlinder. Ben je bereid om te lijden om je zoon te redden? Ja, wat moet ik daarvoor doen? Waar gaat hij naartoe? Ik weet nog niet eens waar hij moet zoeken. Maar deze game is voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En tot in de volgende schiet of horror game. Dag.